President Desi Bouterse heeft vanmorgen Natasha Halfuit als ambassadeur van Ghana geïnstalleerd. Het staatshof is blij dat Suriname nu een buitengewone en gevolmachtigde ambassadeur van Ghana heeft. De standplaats van ambassadeur Halfuit wordt Accra. Het staatshof gaf aan dat wat voor functies Halfuit in het verleden al heeft vervuld. Mevrouw Halfuit, die eerder als gevolmachtigde minister heeft gediend en zich bijzonder heeft ingezet voor Suriname, zal haar werk binnen de diplomatieke wereld als ambassadeur voortzetten. Tegelijkertijd zal Suriname de bilaterale relaties met de Republiek Ghana verder uitbreiden. Er zal gewerkt worden aan de diversifiering van de Surinaamse economie, het aangaan van culturele en wetenschappelijke relaties en het identificeren van investeringsmogelijkheden, bevordering van de productie en creëren van exportmarkten, sociale ontwikkeling, infrastructuur, benutting en bescherming van het milieu, innovatie en versterking van onze human capital. Het staatshof zegt verder dat de vestiging van een diplomatieke missie in Accra samenvalt met het jaar dat door de Ghanese president is geproclameerd als the Year of Return. Voor de Ghanese diaspora over de hele wereld. Onze Surinaamse vertegenwoordiging al daar is ook een belangrijke stap naar de verdere verdieping van onze diaspora en Zuid-Zuid-relatie. En tot slot mag ik u namens de regering feliciteren en succes toewensen in de uitoefening van uw functie. Geen onbekende op het veld. We zijn helemaal overtuigd dat u in samenwerking met headquarters een bijzondere job zult vervullen tussen Ghana en Suriname. Mogen uw vrienden, uw experts, mogen uw deskundigen, maar mogen ook uw familie, gezin u verder ondersteunen. En we zouden helemaal, denk ik, weer opnieuw moeten beginnen als we niet zouden vragen voor de allergrootste steun van hem die alles bepaalt. Heel veel succes en laten we goede dingen van u horen. President Desi Bouterse, hij sprak vanmorgen bij de installatie van Natasha Halfuit als ambassadeur van Suriname in de Republiek Ghana. De installatie vond plaats in het presidentieel paleis.